Een nieuwe week, een nieuwe Indie Spotlight. En dat betekent dat we wederom een nieuwe Indie in de Spotlight gaan zetten. Soraya is weer aangeschoven en ze heeft een game meegenomen die vernoemd is naar een nummer uit de film Moana. Ja, was het maar zo, hè? Was het maar zo tof, inderdaad. Ja, maar... het is Shiny. Yes. Shiny is een koddige platformer met robotjes. En dat is alles wat ik ervan weet. Vertel me, wat is dit? Nou, dat is inderdaad ook mijn trigger. Ik ben heel snel getriggerd, dus op een positieve manier. Denk ik, platformer, tof. Doen we. Schattig robotje, yes. Wall-E all over again. I know. Maar we hebben hier dus te maken met een platformer, 2D-platformer. En je bent op een planeet en alles gaat naar de neuk. En jij moet als robotje zijnde al je vriendjes redden. En tegelijkertijd dus ook van het planeetje afkomen. Oké, dus dat is een beetje je base setup line. Ja. Dat doen we dan natuurlijk door gewoon over platformen te rennen. Van A naar B te springen, puzzeltjes op te lossen. Hoe is dat? Want laten we heel eerlijk zijn, het platformgenre heeft een hele renaissance gehad. Je ziet heel veel, ook vooral indie-platformers, het heel goed doen. Hoe staat dit tussen de andere platformers? Noem een Ori of een Braid of een Limbo. Of hoe zit dit er tussenin, zeg maar? En dat zijn dan ook echt eigenlijk de games die ik mee wil nemen. Ik wil je iets leuks laten zien aan de mensen. Dat ze denken, oh leuk, die indie wil ik spelen. Dat is mijn geheime doel eigenlijk. Ja, maar slaagt Shiny daarin om je iets te geven dat je kan vertellen van... nou jongens, dit moet je even spelen, want? Nou ja, de hele reden waarom ik nu een platform had gekozen is dat ik denk, weet je, dat is eigenlijk gewoon basic. Ja. Het eerste wat je doet wanneer je gaat coderen, programmeren, computerspelletjes maken... je gaat gewoon een popje leren lopen op een lijntje en hem laten springen. Weet je, dat lijkt het gewoon moeilijker. Ja. Dus dacht ik, leuk, gaan we terug naar de basis, inclusief dan ook natuurlijk gewoon met de hele renaissance die ze hebben meegemaakt. Ja. En in het begin dacht ik, het ziet er best tof uit. Weet je, gaat ze eerst dan loop je eigenlijk in de planeet en een beetje een ideetje in de fabriek loopt. En dan zag ik ook in 3D eigenlijk een paadje, dacht ik, oh gosh, is dit dan niet alleen maar 2D, maar kan ik op een gegeven moment ook zeggen, dan ga ik de diepte in. Oeh, dat denk je, maar nee. Nee. Hoezo? Het is gewoon heel bazaal allemaal nog steeds? Het is heel bazaal. Het is echt heel erg 2D. En er zijn heel veel dingen die zo clunky aanvoelen. Daarbij is de leercurve dermate het ineens stijgt. En op zich maakt dat niet uit. Mm-hmm. Maar dit was echt op een hele lullige manier af en toe ook. Dat je dan naar een volgende platformje moet springen. Maar wanneer je omhoog springt, verdwijnt het platformje uit je scherm. Dat is in sommige games juist een soort van feature van haha, dit is de platformer die je niet kan oplossen, want soms naaien we je een beetje. Maar dat is in Shiny gewoon lullig gebracht, of hoe zit dat dan? Ja, nou, vooral omdat de game dan, weet je, in de marketing wordt gezegd, ja, het is een game zonder geweld, wat overigens waar is, ik bedoel, maar ja, goed care, voor de hele familie. Oké. Ja, nou, als ik al in level 2 van wereld 1 mijn controller echt gewoon kapot wil maken, omdat ik inderdaad de platform niet kan zien. En wat je ook vaak hebt in platforms, je hebt of de verre sprong, dan zie je ook, oh, ik moet ver springen of dubbel springen. Oh ja. Of gewoon dichtbij. Maar hier is die afstand elke keer weer anders en als dan uit het beeldscherm verdwijnt, kan je er ook niet meer bijstellen. Je poppetje grijpt ook niet zo naar de rand. Dus met alles, ik denk, het frustreert eerder dan dat het echt iets oplost. En al heel, weet je, normaal is het inderdaad, we beginnen met alleen maar lopen. Dan moet je springen. En weet je, dat dan krijg je je double jump, dan krijg je je wall climb, dan krijg je je parry en je combo. Dat is dus hier allemaal gewoon een beetje rechtlijnig en dan moi. Ja, het was hier echt ook gelijk zo, oké, we hebben hier gewoon soort messen die ronddraaien en die beukje aan de kant. Geen geweld. Geen geweld, maar die beukjes alleen maar aan de kant. Er vallen stenen naar beneden, je moet gelijk dan een platformpje aanzetten dat dan de stenen tegenhoudt of zo. Nou, allemaal. Probeert dit dan zeg maar zo'n beetje, probeert dit een Cuphead na te bootsen? Dat je zoiets hebt van, het is een beetje lullig, maar af en toe wel fair. Maar dan, ik heb het idee dat ze dat dan misschien wel geprobeerd hebben, maar dat het daar niet helemaal in slaagt of zo. Ja, misschien wel, maar aan de andere kant is het dan ook weer zo basic het spel. Gewoon hoe het eruit ziet en zo. En dan inderdaad in de marketing wordt gezegd, voor de hele familie, hartstikke dat dan, leuk. Ja, dat, en dan zo is ik denk... Dit is volgens mij niet helemaal. Oké, maar dan heb je dus in de gameplay zijn wat concepten waar jij je dan niet helemaal in kan vinden. Dan ben ik heel benieuwd, is dan bijvoorbeeld het verhaal wel vertroetelend en lief en koddig en dat je het uitspeelt en denkt, ik heb iets meegemaakt. Ik ben wijzer geworden over de wereld en vriendschap. Dat hoopte ik dus, want dat was inderdaad, ja, Shiny, je moet je vriendjes redden. En aan het einde van je, dan leer je dat samen bereik je meer. Nou, dan Shiny happy people. Dan denk ik echt, oh, dat vind ik lief. En ik hoopte natuurlijk al, als ik dan zo'n robotje zou reviven, dat hij achter me aan zou lopen of zo. Dat je misschien zijn krachten komt. Nou, super.
ik was al veel verder in mijn hoofd dat die hele kutgame überhaupt ergens kwam. Oké, maar dan zijn we er in één keer op aangekomen dat dus het is zo'n soort spel, zo raar is niet over te spreken. Nee. En waar koop je dit en voor hoeveel koop je het dan? En ga je het dan kopen voor die prijs? Want ik heb het gevoel van niet, als jij het zo zegt. Nee, hij was al een tijdje uit voor de PC, dan nu ook voor de PlayStation, een tientje. En ik vind het altijd heel lastig om inderdaad te zeggen, nee, moet je dan niet kopen. Want weet je, uiteindelijk, je moet het zelf weten hoor. Weet je, dikke prima, maar het maakt niet uit. Voor hetzelfde geld zie je die gameplay, heb je zoiets van, tientje, take my money. Hoppa, ja, maar... Maar jij zegt... Doe maar niet. Nee, en weet je wat ik vooral zo lullig vind, inderdaad, die marketing die dan echt op aan zit te hameren. Ja, het is leuk, vriendschap thema, denk je, oh, dat is wel leuk voor kindjes. Ja. Platformer, oh, dat is wat leuk voor misschien jonger publiek ook, hè. Dus weet je, ik vind het ook leuk. En dat het dan dit is, weet je, ik zie me dan gelijk voor me, dat zijn ouders die denkt net, oh, Wall-E voor op de PlayStation, die mooi. Ga ik voor ze kopen, ja. Ja, maar... dat is het dus niet. Dat is wel jammer. Dat is wel schraal. Ik merk bij Indie Spotlight, het is heel erg hit or miss natuurlijk nog steeds. Absoluut. Dat is de ene keer kom je aan met een indie waar eigenlijk waarvan je zegt van, dit moet iedereen een keer gespeeld hebben. En dit is weer typisch zo'n aflevering dat je denkt van... Dus, maar dat is ook goed, ja. Dat je weet dat je het niet moet doen. Nee, dat is inderdaad wel zo. Dat voelen we toch een beetje journalistieke integriteit. Hè? Dat we je vertellen waar je wel en niet naar moet kijken. Nou, als het aan Soraya ligt, is Shiny dus een game die je beter over kan slaan. Ja, doe maar niet. Ik denk dat voor sommige mensen dat ook echt weer zo'n titel is dat ze zeggen... Haha, ik had gelijk over indies. Ze zijn allemaal kut. Weet oh je ja, al? Dat, kom maar weer met de haat. Ja, dus. Precies. Dat je dat een beetje krijgt. Van, dit zijn hoe alle indies zijn. Nou goed, dat laten we dan graag aan jullie over. Maar dit is in ieder geval Soraya's mening over Shiny. Voor een tientje te krijgen op PlayStation 4 en op PC. Dit was Indie Spotlight voor deze week. Thanks Soraya voor het meenemen van een spel wat weer een beetje ons kader over indies aanlegt. Ja, nou dankjewel Tom voor het aanschuiven. Ja, we waren er weer bij. En we horen het graag als je iets te zeggen hebt over Shiny. Iets te vragen, iets leuks, inbreng. Ja, sure. Tips over indies die we nog moeten... testen. Ja, dat vind ik in, ja, betere indies graag dan. Graag. Ja, weet je, geef elkaar ook lekker tips van die indies wat wel te spelen is. Oh, mooi. Dat is liefde. Ja, dat is vriendschap.